Ja, daar zijn we dan weer. Maar dan eens een keer wat anders. Namelijk Farm Together 2. Die gaan we spelen. En die ga ik nu even aanzetten. Dus ik haal deze even weg. Dit is Farm Together 2 Early Access. Je kunt hem nu kopen voor €17,99. Je krijgt 10% korting. Na een aantal maanden gaat hij weer naar de normale prijs. Dat zal waarschijnlijk niet 20 zijn. Het is nog een beperkte boerderij. Wat je nog niet alles kan. Maar dat gaan ze de komende tijd dus testen. Met het spelen van de spelers. En dan worden vrijwel alle bugs op die manier opgelost. Het spel is goed speelbaar. En is vrij van bugs. Wordt er beweerd. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, Farm Together. Wat was het ook alweer? Nou, het is een boerderijspel wat je koopt eenmalig. Je kunt daarna wel uitbreidingen kopen. En in de boerderij zelf koop je vrijwel niks extra's. Tenminste, daar ga ik even vanuit als het principe van Farm Together de eerste versie is. Dan kun je online spelen, je kunt boerderijen bezoeken, je kunt mensen bij jou in de boerderij krijgen, en noem maar op. Maar goed, we laten dat allemaal wel zien de komende tijd. Ik ga dit weer oppakken, want ik vind het ook leuk om een beetje afwisseling te hebben. We gaan gewoon mijn boerderij pakken. Ik heb al een boerderij gestart, maar dat is een boerderij die ik echt alleen maar voor mijn vrienden gebruik. Maar het is natuurlijk leuk als je vrienden toevoegt en dan dat iedereen erin kan komen. Dus niet alleen maar vrienden. Dat kan namelijk jouw boerderij ook helpen. Ik zal, dat komt allemaal aan de bord. Start een nieuwe boerderij. Dus dan heb je de keus offline. Speel alleen. Helemaal homie alleen. Online privé, dus alleen met je vrienden, of online openbaar. Iedereen kan de boerderij betreden. Ja, ik weet niet welke boerderij dan handig is. Ik denk dat ik hem toch deze ga pakken. Ik denk dat ik toch een beetje privé wil houden. Want volgens mij kun je dat niet helemaal aanpassen. Ofwel, oh, je kunt het achteraf nog wel aanpassen, zie ik. De vriendenrechten kun je nog bepalen, alleen oogsten of ze ook mogen planten en dat soort dingen. Maar goed, dat is nu even niet belangrijk. Je ziet dat ik het spel net heb aangemaakt. Het is ook net online, de game. Dat vind ik juist ook heel erg leuk. Dus we gaan gewoon beginnen. Het is een kleine tutorial. Het is een boerderij waar dag en nacht plaatsvindt. Ik ben nog bezig met wat tutorials, dus misschien wel leuk om dat ook gewoon door te lopen. Je hebt wat informatie op het scherm. Je ziet meteen rechtsboven het jaargetijde, het is herfst. Je ziet hoeveel coins je hebt, hoeveel diamanten en dan de roze buttons, roze dingetjes weer. Hoe heet die ding ook weer? Nou ja, kom ik direct nog wel even op. En gewassen. Die moeten geoogst worden. Rechtsonder zie je wat je kan doen. M is menu. Dat is de kaart. Q is boodschappen. Dus hier staan alle gewassen die je straks kan planten. En vissen. En goodies. Allemaal decoraties. Wegen, paden. En terrein. Dus dat kun je allemaal straks opbouwen, zeg maar. Je ziet ook welk level je dat krijgt, hè. Level 13, 15, nou dat loopt dan door tot en met level 60. Dan pas heb je alles. Van de gewassen, de bomen, dat loopt door tot 79. Alle dieren tot 70. Vis 50. Alle bloemen tot 72. Even kijken. 50. Decoraties. Alle hekwerken zelfs tot 80. Alle paden, die heb je al vrij snel, zie ik. Er komen misschien wat nieuwe die toegevoegd worden. Dat is wel interessant. Dus dat is allemaal in de winkel. Dan hebben we Z. Kun je iets oppakken en verzetten en draaien. Je kunt ergens anders neerzetten. Oh. En dan hebben we X, dan kun je iets weggooien. Nou, dat is duidelijk. Je kunt met de WASD-buttons kun je heen en weer lopen.
naar links naar rechts. En met de shift kun je zelfs, met de muis doe je sturen en met de W loop je. Gebruik je de shift W, kun je zelfs rennen. Nou, ik zie dat ik hier al wat gewassen heb. Nu is het allemaal nog een beetje handmatig, want je moet alles in het begin doen. Dus dit kost best wel wat tijd. Maar zo begint het spel. En dan wordt het steeds uitgebreider en uitgebreider. En dit kost veel tijd. En dan in het begin is het vooral geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. Het klinkt een beetje gek, maar dat is wel zo. Dan kun je namelijk snel wat... Ik moet ook naar de stad, zie ik. Moet ik zeker verkopen of zo. Ik ga meteen weer nieuwe gewassen erop zetten. Met de C-knop kun je de camera nog veranderen. Zodat je iets meer overzicht hebt. En je ziet al dat het gruwelijk groot is. Zie je dat? Nou, dat hebben ze ook al gezegd. Het is echt een heel groot spel. Dus je kunt straks... Je kunt eigenlijk, als je een beetje op dreef bent, kun je straks niet meer alleen aan de boerderij. Je zult toch hulp moeten hebben om alles te kunnen doen. Je redt het gewoon niet zelf. En dat is ook niet erg. Dat maakt het juist een beetje spannend. Dit is geld verdienen. Hier gaan we ook even overheen. Pak even de kippetjes. Ik weet niet hoe het zit met voer. Je moest er wel voeren. Ja, ik ga level omhoog. Dit hekwerk ziet er wel mooi uit. Nou. Het is allemaal wat meer geblend, vind ik. Ik vind op muren... Ik vergelijk het even met wat ik gewend ben. Maar dit ziet er wel mooi uit. Er is genoeg voedsel, dus ik hoef daar niet naar te kijken. We kunnen de boom meteen even leegtrekken. Ik moet naar de stad, maar ik ga dit wel even doen, want dit is gewoon even belangrijk. Ik moet wel even leren die shift-toets vast te houden. Want anders loop ik behoorlijk lang te klauteren. Even kijken. We hebben hier bloemen, die kunnen we ook pakken. En die kunnen we ook meteen water geven. Als je dat doet, dan groeien ze sneller. En dat kun je aan de linkerkant zien. Aan de linker onderkant. Je ziet dat water-icoontje. Ja, die gaat... Die wordt helemaal rond. Ingevuld met een oranje streep. En dan zie je de beker. Ik weet niet wat die doet. Wat doet die? Ik ben benieuwd. Die loopt nou... En dan zie je ook een eendje bij die roos. Dat is een klein eendje. Ja, dat is level 1. Des te hoger het level. Want die zie je dan ook om. Er komt een randje omheen om die 1. En als die helemaal vol is, dan gaat hij naar level 2. En dan groeit dat steeds door. Dat was in het eerste spel 250 level. Maar je krijgt dan steeds meer geld voor je bloemen. Dat gaat steeds vaker gaat steeds meer omhoog en je krijgt steeds meer XP voor de bloemen. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Dat moet ik dus oogsten. Dan is het meteen ook even kijken van hoe zit het nou met mijn schuur. Want dat was ook een dingetje. Dan moet ik even kijken hoe ik dat ook alweer kon achterhalen. Weer een level omhoog. Level 2. Even kijken. De Q is de shop. Dat is de winkel. Je ziet ook dat je niet alles in het seizoen kan poten. Of planten. Of leeghalen. Je moet... kijk, dit is wortel. Nou, die kun je in de... Zoals het daar aangegeven wordt aan de rechterkant. Dan koop je ze voor 30. Je verkoopt ze voor 55. Het levert je vrucht op. 2 XP. Het duurt 15 minuten. En je kunt ze groeien in de zomer, herfst en winter. Of lente bedoel ik. Lente, herfst en winter kun je de wortels erop gooien. En je krijgt dan dit. Dat is fruit.
ja, dat noem je dan fruit. Statistieken aan. Hé, hey, dat is leuk. Ben ik wel heel benieuwd naar. Z? Kan ik een Z doen? Oh, Z is aan en aan. Dit item kan er worden geselecteerd. Oh ja, 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 ja. Dat komt wel. Even kijken. Ik moet ook nog even wennen, want het is voor mij ook weer een tijdje geleden. Z naar de stad gaan. Ja. Ik ga maar naar de stad, want er wordt gezegd dat ik naar de stad moet. Dat is nieuw aan de game. Dus dat is wel leuk eigenlijk. Ja, ik zit natuurlijk te kletsen over de rechterhoek en dan zie je mij ervoor zetten. Dat is ook niet handig. Ja, het staat niet heel veel bijzonder. Laten we een groentewinkel openen. Om dat te doen, ga naar de beschikbare plek in de buurt van een gebouw en doe een interactie ermee. Oh, dat is leuk. Dus naar een beschikbaar gebouw. Dan gaan we dus een groentewinkel openen. Nou, ik ga natuurlijk hier naar het terrein. Want dat is wel leuk natuurlijk. Ik ga eerst eens even vragen wat zij wil. Ik heb tijdens mijn reis veel geprobeerd, maar weinig komen in de buurt van de smaak van de appel. Kun je mij wat geven? Ja, is goed. Alsjeblieft. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar... Nou, laten we eens naar een gebouw lopen. Hebben we dan interactie? Dit wil ik... Ik heb al wat geld, dus ik kan een groentewinkel openen. Ja. Kijk aan. Dit is cool. Je kan winkels in de stad openen om grondstoffen te verkopen, meestal in ruil voor geld. Ze verhogen ook de opslag van je boerderij. Winkels hebben een beperkt aantal verkopen. Het kan worden gedaan dat zich in de loop van de tijd herstelt. Je kan winkels upgraden om hun herstelpercentage te verbeteren en hun opslagcapaciteit te vergroten. Ah, je kan terug naar de boerderij door M te drukken om te communiceren met de bushalte. Ja, ja. En wat doe ik nu? Oh, inventaris, hier heb je het. Ik heb 8 van de 75. Ik heb 75 ruimte. Omdat ik dus nu een groentewinkel heb geopend, is dat dus 25 ruimte meer. En ik heb 50 ruimte voor de sla... Ah, ja. Maar, wat is dit? Z is upgrade. Ik weet niet wat ze hiermee bedoelen. Ik heb maar 15 diamanten, dus ik ga niet de voorraad bijvullen. Oké, dat is 50 seconden. Terug naar de boerderij. Daar vind ik een goed plan. Laten we maar eens even terug gaan. En dan kan ik... Oh, hier heb je de groentewinkel. Dat is wel leuk. Maar het is wel even wat uitzoekwerk. Maar goed, daar beginnen we dan wel een keer mee. Duizelig op de sla. Oké, dat is een... De seizoenen veranderen elke 17 minuten. Dat is hetzelfde gebleven. En ze beperken welke gewas je mag planten. En bomen kunnen fruit geven wanneer een bepaald seizoen begint. Geoogste bomen, no. Dus ik moet bomen oogsten. Dus dan gaan we maar... Nou, we gaan gewoon aan de slag. Het is een beetje nacht. Donker. Maar dat boeit niet. Ik vind dit wel leuk trouwens. Deze ziet er wel heel mooi uit. Je ziet dat dit spel iets meer... Je zit me iets meer in de boerderij. Letterlijk. Zeg maar. Dat merk je wel. Nou, dit is allemaal nog handwerk, maar dat gaat een keertje veranderen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Level omhoog. Maar ik ben nog steeds level 2. Oh, nee. De sla gaat level omhoog. Dat was het. Ik moet nog aardig wat doen om zelf level omhoog te gaan. Linksboven zie je mijn logo. En daar zie je ook een tweetje. En dat geeft aan wat mijn levels is. En ja, als ik dus wortels doe, dan krijg ik 2 XP. En als ik sla doe, dan krijg ik maar 1 XP volgens mij. En je ziet al dat het nu al sneller gaat met dat sterretje.
Die krijg ik 2 XP en 1 XP voor het klaarmaken van de grond. Het is toch wat. Dus even wennen weer. Het is in het begin altijd veel werk. Hou me niet van, hè? Je moet altijd een beetje geduld hebben. Als je met z'n tweeën of met z'n drieën bent, of je hebt twee goede vrienden, vriendinnen, noem maar op, dan kun je natuurlijk met z'n tweeën zo'n boerderij beginnen. Echter, wat wel een beetje vervelend is, er is altijd één hoofdboerderij. Dus degene die de hoofdboerderij is, die moet altijd online zijn. Anders kan de ander er niet in. Dus als jij zegt van, ik wil de gezamenlijke boerderij in, maar je vriendin heeft een verjaardag, dan heb je pech, kun je er niet in. Tenzij ze natuurlijk de boerderij openzet, computer aanzet en openzet. Wat ik heb gedaan is, ik heb twee accounts en ik heb op allebei de accounts dus Farm Together gekocht. Dat had ik in het andere, bij die andere game had ik dat ook. En wat je dan kan doen is, één boerderij waar altijd, zeg maar, die altijd open is. En dan kun je zelf met vrienden die boerderij gaan bezoeken en dan alles doen. En dan kun je er altijd in. Mijn computer staat over het algemeen toch altijd aan. Dus is dat misschien wel een makkelijke oplossing daarvoor. Of dat ze dat veranderd hebben, dat durf ik niet. Maar volgens mij is het zo, als jij niet online bent, kan je er ook niet in. Dat was wel een nadeel. Dat zou misschien opgelost kunnen zijn dat ze dat niet gedaan hebben. Dat de boerderij nu op de cloud staat. En dat je gewoon daar naartoe kan op het moment dat ook je vriend of vriendin niet, of je mede co-op spelers, als ze er niet zijn. Maar moet je maar eventjes de hoed houden. 30 minuten. Ik water ze meteen. Het is 30 minuten, hè, voor deze. Dat is best wel een beetje lang. In het begin moet je even wennen dat je zelf water moet geven. Je komt op een gegeven moment op een punt waarbij je dus bulk van het geld. En dan kun je zelfs zo'n watersysteem aanleggen. En dan hoef je dus niet meer zelf water te geven. Dan wordt het voor je gedaan. Moet ik even nadenken. Je moet alles neerleggen. Dat waren dan van die sproeikoppen. Die leg je tussen de velden neer. En dan werd het gewaterd automatisch. Dan hoef je daar niet meer mee te stoeien. Het is namelijk zo dat het sneller groeit als je water geeft. Het is niet zo dat je meer krijgt, maar de gewassen groeien sneller. En dat kun je ook zien. Want nu staat hij op 30 en als ik water geef, gaat hij naar 24. Zie je dat? Linksonder kun je dat zien. Dat is wel leuk. Maar ik ga meteen dit erop zetten, want ik moet geld verdienen, jongens. Ik heb 28,80. Dus dat is niet zo superveel. Het is winter. En ik kan nog steeds mais leggen. Mais erop gooien. Dus dat is geen probleem. Gaan we gewoon door. Nou, dan hebben we wel wat erop liggen. Pakken we even een andere. Nou, ik heb nog niks. Deze komt er binnenkort aan. Dat is trouwens alleen maar zomer. Die kan ik al pakken. Maar die kan ik nu niet oogsten. Sla is natuurlijk wel erg makkelijk. Het kost zelfs maar 8 minuten als je dus dat erop legt en meteen water geeft. Dus dat is wel ideaal. Dit gaat wel. Ik moet even bomen oogsten, want dan gaat hij verder met het tutorial waarschijnlijk. Er staat zo mooi, hè? Dus je kunt ook zien bij mij koopmodus, water. Zie je dat? En dan. Dat zijn die icoontjes. Maar goed, die icoontjes zijn niet zo belangrijk. Kost me 15 coins elke keer, sla. Nou, we gaan eens
wat fruit van de bomen afhalen. Dat is de bedoeling. Althans, dat wordt nu gevraagd. Dus dan gaan we dat doen. Ja, die bomen die gaan natuurlijk niet dood. Die geven elke keer appels. En dat is om de 15 minuten ongeveer, zie ik. Tenzij er in de medailles. Ah. Opdrachten zijn specifieke verzoeken die je kunt vervullen om medailles te verdienen. Ja, die heb je nodig. Zeker voor dat watersysteem. Dus je kunt elke opdracht in de voortgang ervan bekijken in het opdrachtenboek. Beschikbaar in het Ask Pauze menu. Vervul een opdracht. Oké. Opdrachtenboek. Duizelig. Losmaken. Wat houdt dat in? Even kijken. Dit is... vastzetten. Oké, dit is... Moet ik even weer wennen. Dan staat hij namelijk hier. Dan staat hij rechtsboven. Duizelig op. Dus ik moet nog 1 sla. Keer 8. Sla, keer 8. Oh. Nou, weet ik niet wat ik bedoel. Ik had hier geen sla neergelegd. Dan gaan we dat snel er neerleggen. Dan kunnen waarschijnlijk ook weer wat bloemen in. Op een gegeven moment krijg je met een level ook een tractor. En dan heb ik begrepen dat je geautomatiseerd alles kan binnenharken. Ik weet ook niet of die tractor al hier vrij snel komt. Het duurt volgens mij even. Maar je moest dus, misschien dat jullie het nog wel weten in de video's die ik heb laten zien. Dan moet je springen met je tractor. En nog een keer springen, dan wordt het weer geploegd. En nog een keer springen, kun je weer nieuwe gewassen neerzetten. Dat was dus 3 keer springen achter elkaar. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje irritant. Maar ja, dat was het spel. En je weet niet beter. En dat hebben ze nu. Zeggen ze. Ah, dat moet je niet doen. Dat hebben ze nu geautomatiseerd. Dus als je er met een tractor overheen rijdt, dan wordt alles voor je gedaan. Even kijken. Gaan we even wateren. Dan gaat hij even kijken. Nou, er gaat niet echt heel veel tijd af. Ben ik nou stil? Oké. Nog wat appeltjes. Ik heb die... Ah! Trommels! Wat doe je nou? Even kijken, wat was het ook alweer? Kost me... 5. Meen je dat nou? Ik bracht dat geld op. Oh, dat heeft eerst wat geld gekost natuurlijk. En nou... Nee. Z. Nee, X. Zo. Even kijken. Dus zo maak je dus extra veldjes. Zo zie je dat maar weer. Even kijken. Dan kunnen we hier nog wat... dat gaat dan vrij snel. Dat heeft wel invloed, hè? Die tijd. Kijk. Ja, dit is natuurlijk geen doen. Dit ga je op een gegeven moment niet meer doen in de game. Op een gegeven moment heb je zoiets van... Nou, ik wacht 10 minuten wel. Maar dat schiet niet op. Dit is trouwens een wispput. Wel put. Daar krijg je elke keer coins van. En die kippen, hoe lang duurde erover? Ja. Prima. Hoe verschilt dit? Dan gaat een flinke deuk in de tijd. Dat is best wel veel. Zie je dat? Het gaat van 18 naar 12 naar 13 minuten. Wow, dat is wel veel. Ja, dus zo'n watersysteempje. Is wel interessant om te kopen. Nou, tot nu toe moet ik eerlijk zeggen loopt het vrij goed op mijn computer. Ik heb best wel goede graphics, denk ik. Beter dan heden via de iPad, denk ik. Dat is, op de een of andere manier heb ik die adapter. Die doet niet zo heel goed. Ik zie het bij de anderen beter. Maar om daar nog weer zoveel geld in te investeren. Vind ik een beetje... Ik red me er wel mee, denk ik. Maar dit ziet er gewoon scherp uit. Het heeft dus... Ja, het draait op de PC zelf, hè. Het gaat niet via zo'n externe adapter.
En moet je nagaan, die adapter die ik ervoor heb, die kost een paar honderd euro. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Zou je meer van verwachten, maar... Nou, dit is bijna klaar. Want ik moet nog even wat slaan en dan heb ik dat gedaan. Even kijken, waar is mijn inventaris? Want dat ben ik een beetje kwijt. Ik moet dat... Even kijken. Dit is de kaart. En... Oké, dat zijn de gewassen. Blablabla. Heb ik hier iets? Ah. Hier heb ik iets. Ik heb de sla 10. Maar je kunt volgens mij dat ergens aanzetten. Interface. Kompas, Charles, Wissing. Weergavegebied groot. Tegelhanden, tegel. Kompas. Recycle bevestiging melding, altijd. Stel in wanneer een bevestiging eist. Recycle items, gefilterd. Hebben we het yet? Oh. Ik dacht dat we het inventaris ook konden laten zien. Misschien moet ik dat ergens anders zetten. Nee, ik weet zeker dat ik ergens... Oh. Dit is gewoon groot gezoek. Toongebruikersinterface, ja. Tegenranden. Kompas, chat, split. Waarom? Oké. Boerderijinstellingen. Nee. Recycle, moet je niet doen. Dat is je boerderij, ja, wat het zegt, recyclen. Even kijken, doorgaan. Ik dacht dat ik... Ja, hier heb je wel dit. Maar ik weet zeker dat ik mijn inventaris ook in beeld kreeg bij de andere. Nou, schijnbaar is dat nu geen optie. Sla is klaar. Dus we gaan... Kijk, opdracht voltooid. Ik heb het eerste... medaille ontvangen. Dan ga ik... Bouw de garage in de stad. Oké. Moeten we maar doen dan, hè? Ah, garage. Tractor. Wie weet. Oké, we rennen er even naartoe. We gaan even communiceren met de bushalte. Naar de stad. Nou, dit gaat wel snel. Die bus die rijdt ook altijd, hè? Geweldig. Ja, het is een elektrische bus, hè? Even kijken, wat wil jij? Ik moet hier iets doen. Waarom deze me nou slaan? Handelaar, wat is dit? Ik begrijp dit niet. Moet ik nou iets kopen of... Het kost mij diamanten. Twee. Voorraadcapaciteit 25 of 30. Inventariscapaciteit 25. Upgrade vereist 2500 coins en 8. Nou, ik wacht er heel even mee. Ik moet. Deze snap ik nog niet zo goed. Wat wil ze eigenlijk? Ja, wat nou met je klappende klap? Ik vind het best. Ja, dat gaat een beetje te snel elke keer. Kom, dat kost mij diamanten.
Of krijg ik ze? Ik heb geen idee. Even kijken. Ik moet een garage bouwen. Bouw de garage. Maar die gaan we niet hier op het plein bouwen. Dat vind ik helemaal niet zo mooi. Dus we gaan die een beetje hier aan de zijkant zetten. Ja. We zetten die hier. Is dit een garage? Wil je een garage? Ja. Zo, chef. Wat gaan we doen? Kijk, daar heb je hem al. Twee tractors. Daar zit je toe. Tegelijkertijd over meer tegels te werken. Gebruik de brandstof. Je kan brandstof na verloop van tijd herstellen. En aanvullen in de brandstofdepot. Je brandstofcapaciteit neemt toe met je spelersniveau. De tractor heeft ook een speciale werkmotor om te werken aan grote velden. Activeer het door op de L-shift te drukken. De linkershift, sorry. L-shift. Ik dacht eerst dat het L-shift was, maar het is de linkershift. Oké. Je kunt nu op je tractor springen door op te drukken. Door de V te drukken. Ga terug naar de boerderij en spring op de tractor. Oké. We gaan terug naar de boerderij. Jongens, we gaan met de tractor rijden. Dat is zo leuk. Kijk, daar is die. Tada. We gaan dat even wat dichterbij bekijken, hè? Oh, wat is die mooi. Kijk, dat bedoel ik. Dat is... Wees een beetje oppassen, hè, chef? Je zit een beetje dicht bij de rand. Nou, even kijken. Je ziet de fuel. Waar zien we de fuel ook alweer? Oh ja, die zien we linksboven. En dan kunnen we de speciale werkmodus aanzetten. Nou doet hij niks. We zetten de werkmodus aan. Dat is de linker shift. Oh, dat is hem. Oh, nou snap ik hem. Dus we gaan... Damn, dit is geweldig, man. Echt waar. Oh, ja, hier ben ik wel een voorstander van. Kan hij hier ook nu alles water geven? Zie je wel, hij gaat ook alles water geven. Maar hij kan dan niet, je moet hem in een speciale modus zetten. Oh, hij rijdt wel rechtdoor. Ja, dit is toch wel kicken. Dit is kicken. Nou, je gaat niet over die kippen rijden, dus dat doe ik wel even op deze manier. Dat kan waarschijnlijk ook nog, maar... Even kijken, nieuwe opdracht. 20 wortels en 12 appelbomen. Appels. Denk ik. Hoppakee, heb weer wat voor. Dit is kicken, man, met die tractor. Dat is leuk. Even kijken, hoe lang zijn we nu bezig? 33 minuten. Ik denk dat we daar mooi een halt gaan roepen. Dus we eindigen gewoon met de geweldige tractor. Die lekker... nog niet. Oh, het is nog niet klaar. Ik dacht dat het klaar was. Okay. Hup. Hij tovert hem gewoon weer onder zijn rok vandaan. Kunnen we nou ook oogsten? Ja, alleen oogsten, denk ik, hè? Of kunnen we ook wat planten? Oh, dit blijft nog wel van toepassing. Maar hoe zit het als ik we gaan... Als ik dit doe? Mijn mond slaat open. Hij doet het gewoon... Je kunt gewoon op die manier ook oogsten. Ik ga wel de camera even weer veranderen, want er staat wel heel dichtbij. Dit is toch magnifiek. Maar ja, let wel. De benzine raakt op een gegeven moment op. Dus dat moet je wel, wel in de gaten houden. Dus je bepaalt wat je wil leggen. Je drukt de L in. En... Oh, hij gaat gewoon door, jongens. Ja, dat is dan wel even link. Je moet wel op
op tijd stoppen of je koopmenu uitzetten. Dat je niet aan het kopen bent, want anders gaat hij gewoon door. Oké. Weer wat geleerd. Oh, dit is toch wel gaaf. Weet je niet? Ik vind het wel. Oh, je kunt ook gewoon dit doen hoor. Voor kleine dingen. Maar dat kan hij natuurlijk ook voor bomen doen, denk ik. Dus als ik hem... dat doet hij niet. Ah, dat is lelijk. Wat deed ik nou? Ik zag dat de inventaris, of niet? Huh? Ah, tap. Tap is de inventaris. Damn. Dus ik kan niet... Oh, toch wel. Maar dan moet je er wel tegenaan rijden. Dan doet hij het. Nou, we gaan zien wat dat met ons doet. Kopen. En dan... Oh, ik was even op tijd. Ja, mooi. Ik denk dat we het hiermee even voor de eerste ronde hebben gedaan. Er komen meer video's uiteraard. Want we gaan dit weer verder uitbreiden. En misschien dat ik ook een video kan laten zien dat we samenwerken met vrienden. Shoot. Dat is niet de bedoeling dat hij dit doet. Even kijken. Kunnen we met X oplossen? Oké. Beetje zonde. Beetje opletten, Ruud. Kijk. Op zich is dit natuurlijk wel grappig, hè? Zo met die... met dat ding rijden. Hé, die zijn klaar. Oké, dan gaan we weer. We gaan hier beginnen. En dan zetten we hem gewoon op automatiek. Dun, dun, dun. Hij gaat ook meteen weer... En dan kan ik draaien. En ik kan weer een gewas kiezen. Pakken deze uiteraard weer. En dan zet ik hem gewoon in zijn... Niet vooruit. Hij zet hem zelf recht trouwens. Dus dat is wel mooi. En hier gaan we even weer water geven. Oh. Nou is mijn benzine bijna op. Ja, en nou kun je natuurlijk zo'n benzinepop kopen. Althans, dat geloof ik. Maar die, ik weet niet waar die, wanneer die komt in de shop. Kijk, die hebben al wat. Dat is de waterput, die kost me 4 diamanten. We hebben deze erbij gekregen nu. We hebben hekjes. Kost ook dia's. Deze. Oké. En je ziet ook meteen, dit blokje geeft aan dat je in een evenement zit. Dus een opdracht waarvoor je dus extra spullen krijgt. Dus dat is misschien wel handig om te weten. Oké. Maar ja, dat is het laatste. Ik ga afsluiten. Bedankt voor jullie voor het kijken. Ja, ik moet de twee schermen altijd een beetje naar elkaar toe zetten. Bedankt voor het kijken. Dit is de eerste aflevering van Farm Together 2. En er gaan er waarschijnlijk, maar ik denk nog wel, een aantal komen. Dus bedankt en tot de volgende keer. Bye bye.